Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft voor de komende periode geen ambitieus programma. Dit haalde minister Sulfano Jonahin gisteren aan in een interview met journalisten voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering. De bewindsman zegt dat het ministerie deze koers opgaat vanwege het tekort aan financiële middelen. En omdat elk ministerie in de komende periode zal moeten bezuinigen, heeft ook. ROM geen grote projecten in haar programma opgenomen, zegt Jonah Hin. Hij hoopt dat de private sector zal participeren aan het uitvoeren van het opgestelde programma en dat het zo weinig mogelijk geld zal kosten. We zijn niet gegroepen met gigantische hervormingsprojecten om zeg maar het hele land te gaan herinrichten. Die projecten laten we nog voor de toekomst. Wanneer het uh, een beetje beter is. Wat we nu gaan doen: veel inventarisaties gaan we doen, veel uh, studies. De studies die al zijn gedaan, en daar praat ik dus nu overwegendelijk over ruimtelijke ordening, die zullen worden geëvalueerd uh, in de eerste periode met de mankracht die we hebben, en wij zullen dus uh, uh, proberen om ons programma very low cost te houden. Ja, dat is de manier waarop wij proberen invulling te geven aan, aan ons beleid. En langzaamaan gaan we de capaciteit opbouwen. Langzaamaan verwachten wij dat uh, een goed ruimtelijke ordeningsprogramma gedraaid kan worden. De minister haalde verder aan dat bij het directoraat Milieu er niet alleen gekeken zal worden naar de uitvoering van projecten op nationale kracht, er zal namelijk ook gezocht worden naar financiële en technische assistentie van het buitenland om milieuvraagstukken op te lossen. En uh, wij denken dat uh, als dat loskomt, en we zijn ervan overtuigd. Dat dat zou moeten kunnen. Er zijn veel wat men noemt milieufinanciering. Daar gaan we veel accent op leggen, zodat wij middelen kunnen binnenkrijgen om niet alleen de, de rest van de economie te ondersteunen, maar ook om het beleid met betrekking tot milieu en ruimtelijke ordening te ondersteunen. Minister Silvano Tjonahin van Ruimtelijke ordening en Milieu gisteren in gesprek met enkele journalisten kort voor aanvang van de RVM-vergadering.